26 mei gaat de Tannhäuser, nou dat is een heel megalomaan programmavoorstel, maar we gaan het toch proberen. We gaan dat geweldige, epische werk comprimeren tot een uur en een half uur ongeveer. Eerst is een scène in een liefdesgrot, die wordt er meestal afgelaten, omdat we dan een extra sopraan nodig hebben. Maar wij hebben gezegd, die sopraan die gebruiken wij wel, die Venus, en die wordt in het tweede gedeelte van het stuk wordt zij de andere vrouwelijke rol, Elisabeth. Zodat het, die Venus die staat voor het geile en het, de lustprincipe. En het andere is het protestantse, afstandelijke genieten van kunst en het aanbidden van de schepper. En die twee dames, die wordt bij ons één dame, zodat het twee aspecten van één vrouw worden waar Tannhäuser mee te maken heeft. Ik kwam eigenlijk daarop omdat Wagner zelf ook zijn eigen opera's in familiekring heeft uitgevoerd. En ik heb gelezen een verslag over die uitvoering van Parsifal, dat hij zelf als heldentenor en weet ik veel in welke rollen nog, dat allemaal als een idioot zat hij dat te dirigeren en te zingen. En zijn dochters moesten ook allemaal een rol krijgen en een Joodse pianist speelde erbij. Dat moet gigantische pijn op zijn geweest, maar toch zo mooi. En hij zelf ook. Dus op een of andere manier kwam hij bij de essentie van het stuk en heeft dat zo. Dan dacht ik, nou, als Wagner, mogen wij dat ook.